De liefdesdokter is de enige dokter waar je niet ziek voor hoeft te zijn om met een gerust hart naartoe te kunnen gaan. We hebben allemaal behoefte aan een beetje aandacht, een beetje verwelkoming, een beetje je kan het, wat vertrouwen en een uitnodiging om om op pad te gaan. De mensen die bij de liefdesdokter komen, die hebben als symptoom dat ze ergens contact hebben met een verlangen, dat ze iets willen in het leven. Dat er ook af en toe wat dingen wat drukken en in de weg zitten en dat ze daar soms in verstrikt raken. Als je bij een van de dokters op consult komt, dan krijg je een gesprekje van 7 minuten. En aan het einde van het gesprekje krijg je een recept. En dat recept is altijd een opdracht. Een belangrijk uitgangspunt van het consult is, je krijgt het. Dus je hoeft daar als bezoeker nooit voor te betalen. Net zoals de liefde. Die tref je aan en die mag je mag dus aannemen. Ja, er zijn heel veel mensen die dat al een hele klus vinden. Ik wil niet gewoon coach zijn en mediator. Ik wil op het gebied van de liefde impact hebben, want dan heb je impact op zoveel meer levensgebieden van mensen. Want dan heb je niet alleen impact op de carrière, maar dan draag je ook bij aan de gezondheid. Dan draag je ook bij aan de opvoeding van gelukkige kinderen. Dus daar wil ik over leren. Omdat ik graag wil bijdragen aan de verbinding in de wereld. En dat mensen zichzelf en de ander als een waardevol, liefdeswaardig mens zien.